Voor Activision bleek programmasponsoring uitermate geschikt om de doelgroep in een korte tijd te confronteren met Call of Duty Modern Warfare 2. Door de hoge frequentie realiseren de billboards en breakbumpers veel contactmomenten met de kijker. Voor Modern Warfare 2 werden de programma's Ultimate Weapons en Weaponizers gesponsord. Ook werden de programmapromo's gesponsord, welke in hoge frequentie zijn uitgezonden. Daarnaast zijn er shorts uitgezonden in programma's en tijd, waarin verschillende games werden uitgelicht. De shorts zijn gesponsord door Call of Duty Modern Warfare 2 en zorgden voor unieke zichtbaarheid buiten reclames en tijd. This program was brought to you by Call of Duty Modern Warfare 2.